Hallo iedereen, ik heb het boek Kaas gelezen van Willem Elschot. De illustraties zijn gemaakt door Dick Martina. Want ja, zoals je ziet zijn er heel veel prentjes. Dat is ook zo met een stripperman. En het boek is uitgebracht in het jaar 2008. De oorspronkelijke versie zonder de stripvorm, dus de echte roman, die is uitgebracht in het jaar 2003. De uitgeverij is een Amsterdamse uitgeverij, Polak en Deze Van taal en de oorspronkelijke taal is ook Nederlands. Want het speelt hem ook af. We volgen het verhaal door de ogen van deze personage. En dat is Frans Laarsman. Hij is ook de hoofdpersonage. En het is niet alleen door zijn ogen dat het volgen, maar daar ga ik zobiet nog even iets over vertellen. Maar dan zou ik nu eerst willen beginnen met de korte inhoud. Dus het begint allemaal met Frans Laarsman, die Antwerpenaar. En ja, zoals ik al zei, hij had het niet zo breed. Maar op een dag sterft zijn moeder. En op de begrafenis leert hij iemand kennen, genaamd Frans, genaamd meneer Van Schoonbeke. Dus hij leert die kennen, hij gaat daarmee op café en dan gaan ze naar zijn vriendengroepje van Schoonbeke. Maar dat blijkt allemaal rijke luis te zijn. En als hij daar binnenkomt, krijgt hij al direct een job aangeboden. En dat is in een kaasfabriek, waar hij dus de manager van mag zijn over België en Luxemburg. Want dat komt eigenlijk oorspronkelijk van Nederland, maar hij mag dit deel runnen. En hij is daar heel blij mee, want hij krijgt opslag. Al ja, hij krijgt meer geld. Maar hij heeft wel zijn andere job moeten opgeven. Of ja, dat denkt hij toch. Maar zijn broer had ervoor gezorgd, want hij vertrouwde dat zaakje niet. Had ervoor gezorgd dat hij ziekteverlof kreeg voor 3 maanden. En dat is eigenlijk wel goed, want dat ga je subiet wel te weten komen. En dat gaat goed, hij verkoopt 1 ton, want hij moest er eigenlijk 20 ton verkopen op 3 weken. En hij verkoopt dus 1 ton aan zijn vrienden, 2 ton gewoon ergens op straat. Totdat hij aan 5 ton komt en verder raakt hij eens niet. Het lukt hem niet meer. Hij heeft nog altijd 15 ton te verkopen op 2 weken tijd. Dus stuurt hij een advertentie de wereld in. En zo krijgt hij dus 5 mensen aan de lijn die op verschillende regio's willen verkopen, dus de kaas. En hij zegt, oké, ik neem jullie in dienst. Maar 1,5 week later, dus hij heeft nog 5 dagen. Ja, ongeveer. 1,5 week later dus, kreeg hij nog altijd geen bestelling binnen. En dat vond hij heel raar. Als hij dan die mensen ging bezoeken, bleek dat hij een grap met hem uit hadden gehaald. En dat dat van een andere firma was, die hen in het zak wouden zetten eigenlijk. En dat was dus eigenlijk ook gelukt. Dus hij had nog maar 5 dagen ongeveer om die 15 ton kaas te verkopen. Dus hij was zo wanhopig dat hij zelf nog die kaas ging gaan verkopen. En zo verkocht hij toch nog 5 ton. Maar hij had er wel nog altijd 10 ton over. Zo kwam hij steeds verdrietiger en verdrietiger. En bleek dat hij zijn vorige job toch leuker vond. Alleen, ja, daar had hij geen job. Alleen had hij daar geen job meer. Of ja, dat dacht hij toch. Wanneer hij dan de kaasjob had opgegeven, was hij zo triestig, zelf tot op zijn verjaardag. Maar op zijn verjaardag kreeg hij dus een envelop van zijn broer. En daarin staat van, je hebt zoveel ziekteverlof gekregen en je kan nu weer gaan werken. En dus de volgende dag ging hij al direct weer gaan werken. Iedereen was blij hem terug te zien, want zij dachten ook alleen maar dat hij op ziekteverlof was. En zo kende het verhaal eigenlijk een goede afloop. Maar het rare aan het verhaal is eigenlijk dat het in een brief geschreven wordt aan iemand. En op het einde blijkt dat eigenlijk de auteur te zijn. Dus de auteur leest die brief en tussenin zie je zo flitsen van nu en van vroeger. En daarom is het verhaal redelijk complex. Dus dan, ik heb deze stripperman wel redelijk graag gelezen. Het is ook interessant, leuk om een keer te lezen. Maar ik hou er niet zo van om een boek te lezen als het gezegd wordt dat je dat moet doen. En dat vond ik er wel jammer aan. En aanraden zou ik anderen niet echt doen, maar het is toch wel een keer leuk om te lezen. Het is een goede stripperman als je dan toch een keer een stripperman wil lezen. En ik denk dat het wel literatuur is, want zoals ik al zei, de verhaallijn is heel complex. De ene keer is het een brief dat hij schreef, de andere keer blijkt realiteit te zijn. Dan zijn er flashbacks, het is redelijk complex dus. Het
taalgebruik is ook redelijk complex. Heel rare woorden soms en moeilijke woorden. Dat je denkt van, wat is dat? En de personages zijn ronde karakters. Dat zie je duidelijk. De ene keer is hij blij, de andere keer triestig. Ja. En de afloop van het verhaal kan je eigenlijk noemen dat altijd, dat je niet te veel moet willen. En dat was het eigenlijk ook zo, wat hij ook op het einde, want hij vond het veel leuker bij zijn vorige job dan in de plafarijk te zijn. En zo kan het verhaal toch nog zijn goede afloop. Dat was het en bedankt voor het luisteren, kijken.